Yes, dames en heren, welkom in een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag meenemen. We gaan een paar dingen doen. Ik ga nu zo naar de hal en enter. Dan worden mijn shakebekers geleverd. Een flinke voorraad, dus we gaan straks even helpen uitladen. Alles wegpakken. Verder ga ik vandaag trainen. Ga ik jullie meenemen. Ik ga nog even naar de kapper. Dus ik neem jullie vandaag gewoon lekker mee. Een vlogje, een day-to-day. Dus geniet van het kijken van de video. En ik zie jullie later. Ciao. Yes, dames en heren, we zijn aangekomen in de hal in Enter. Deze hal is van Maarten. Hij maakt zijn eigen limoncello. Ik ben benieuwd hoe laat de levering binnenkomt. Ze hebben gezegd tussen 9:15 en 10:45. Dus hoop dat ze me niet te lang laten wachten. Nou, dames en heren, de levering is nog niet gedaan, dus ik ga heel even snel naar huis. Kan ik mijn video uploaden, kan ik even snel een bakje koffie drinken en een shakeje nemen. Want ik moet straks ook naar de kapper, plus zometeen wordt de laptop bij mij geleverd. Misschien dat ik dan thuis ben, dus dan kan ik die in ontvangst nemen en dan ben ik met een uurtje weer terug. Hopen dat die er dan wel is, dus ik ga nu weer even snel naar reizen. En dan hopen dat het pakket zo wordt geleverd. Dames en heren, daar is die dan. Kijk, nu kunnen we pas echt gaan editen. Kijk, unboxing. Hoehoe. Kijk. Hoho. Kijk eens even. Nu kunnen we echt de kwaliteit gaan maken, jongens. Super dik. Eindelijk hebben we de nieuwe MacBook. Gelukkig voordat ik naar de kapper ging, want anders kreeg ik hem pas vrijdag binnen. Nu kan ik hem vrijdag mooi gaan instellen. Alles goed fixen. Super veel zin in om hem te gebruiken. Nu kunnen we dikke content gaan maken. Kunnen we lekker werken. Kunnen we alles gewoon op één laptop doen. Ik deed nu alles op twee laptops. De één voor Excel, voor Word, dat soort dingen. Voor de boekhouding. En de ander voor het editen. En die was ook nog te traag. Dus nu kunnen we alles op eentje gaan doen. Yeah! Yes, dames en heren, de shakebakers zijn afgeleverd bij de hal. Er komt zo meteen iemand met shakebekers deze kant op brengen, zodat ik het kan checken. Wel is er iets misgegaan, de dop is bedrukt, wat ik eigenlijk niet wilde. Dus we gaan nu kijken hoe we dit probleem gaan oplossen. Nou ja, hoort erbij, dit soort dingen. Ik baal er wel een beetje van. Mijn laptop is binnen, dat is super tof. Ik ben benieuwd hoe ze eruit zien. Dus ik ga het zo meteen laten zien als ze hier worden geleverd. Kijk, er is een doosje geleverd. De KB Nutrition bekers. Verder super mooie bekers. Hier nog wat extra bekers. Het wit. Maar ja, deze hadden ze opgestuurd omdat het allemaal zo lang duurde. We hebben in ieder geval super mooie shake bekers. Super tevreden mee. Shaken met KB Nutrition. Yes, dames en heren, we gaan nu door naar de kapper in Almelo. Een klein beetje haast, een half uur moeten er zijn. Maar we zijn hard een kappertje nodig. Ik vind de kapper altijd heerlijk om naartoe te gaan. Daarna voel je weer helemaal fris en dan gaan we straks gaan we de gym afbreken. Even een eiwit shakey to go. Let's go. Yes, dames en heren, het kapsel is super gefixt.
gaan even een lekkere scoop nemen voor de workout. Even een flinke, want die ben ik nodig. Let's go. Yes, dames en heren, de gym sessie zit erop. Ik wil jullie wat vaker meenemen in dit soort dingen, een day in the life. Nu gebeuren er heel veel leuke dingen, dus dat de shakebekers binnenkomen, dat ik een nieuwe laptop krijg, maar daartussendoor is eigenlijk best veel druk op het gebied van werk. Ik heb best wel weinig tijd, ik was afhankelijk van de levering. Nou, komt die levering binnen, is die verkeerd gedrukt, moet je daar weer achteraan. Ik moet nog dingen regelen voor de fotoshoot over 2 weken. Daarnaast moest ik nog video's editen, ik moest nog nieuwe voorraad bestellen. Dus dat soort dingen komen allemaal tussendoor. En als je dan afhankelijk bent van een levering of een laptop die je dan binnenkrijgt, wat allemaal super tof is, daar ga ik niet over klagen. Maar dan is het best een hectische dag. En zo'n dag moet ik echt wel mijn kop erbij houden. Als je in een calorietekort zit, dan ben je wat sneller geïrriteerd. En nu zit ik een beetje in tijdsdruk voor het weekend. Zaterdag ben ik een dag weg, maar ik moet eigenlijk nog fucking veel shit doen. Op dit soort momenten word ik zelf wat minder leuk, voor mijn omgeving ook. Omdat ik eigenlijk alleen maar gefocust ben op mijn eigen dingen. Wel presteer ik beter onder druk, dus als ik tijdsdruk heb, dan word ik echt maximaal gefocust op mijn werk. Ik wil jullie ook wat meer meenemen in het ondernemerschap. Dus ook dit soort dingen laten zien. Nieuwe ontwikkelingen. Hoe ziet mijn dag er nou uit? Hoe ga ik met bepaalde dingen om? Dus jullie kunnen nog heel veel verwachten op ondernemersgebied, sport en voeding. Dat vind ik super tof om dat soort dingen te delen. En ook best wel leerzaam misschien voor jullie. Ik ga de video afsluiten, want ik moet straks ook nog lesgeven. Ik moet nog video editen en ik moet nog wat dingen doen. Wat mailtjes verzenden, et cetera. Dus ik ga even focussen op mezelf. Ik stop deze video. En ook dit soort momenten, dus dat alles een beetje kut loopt of wanneer je een beetje tegenslagen hebt en zo, is het best wel lastig om je koppen bij te houden. Kijk, op dit soort momenten is mijn mindset dan even kut. En dan ga ik trainen, dan kom ik daarna uit de gym sessie en dan denk ik, ja, we hebben weer geknald. En wat is het ergste wat er is gebeurd vandaag? Ja, bijna niks. Gewoon dat je een beetje druk hebt. Dat heeft iedereen. En dat je minder vreet, ja, daar word je wat sneller geïrriteerd van. Maar daar moet je scheid aan hebben. Je moet gewoon vooruit kijken en blijf knallen richting je doel. Jongens, er is geen groei zonder consistentie. Dus blijf doorgaan met wat je doet. Hou je hoofd erbij, blijf positief. En dan komt alles goed. Dames en heren, vond je dit een tof video? Vergeet dan niet te abonneren. Gooi die duimpjes omhoog. En ik ga nog even knallen, deze dag afmaken. En dan vol gas. Bedankt voor het kijken, jongens. Ciao, ciao.